Jongens en meiden, welkom vandaag weer bij een nieuwe vlog. Jij bent Gio, dat toch? Is Giovanni Latoy. Gast, je hebt 1 miljoen abonnees. Je maakt elke dag video's. Ik moet nog opnemen. En denk erom, geen feestjes. Feestjes. Komt goed. Ik ken mensen. Meneer, weet wel wat je een feestje moet geven, of niet? Hoeveel heb je nou? 100.000 euro. Al mijn geld is op en er komt ook geen geld meer binnen. Hoi, papa. Hey, Gio. Hoi. We willen denk ik toch wel iets eerder naar huis toe komen, hoor. Nee. Ik ben Tamara. Ik geloof dat ik wel een baantje voor je heb. Die vloggers kunnen helemaal niks. Het is een tot op het bot verwende luiwangers. Volgens mij wordt dit de eerste keer in zijn leven dat hij iets nuttigs gaat doen. Hi. Nee, dat kan ik echt niet. Heb jij nou een bezem aan mijn buggy gelijk? Gio, zullen we afspreken dat jij geen baantjes meer aanneemt? Gio, ik hoor dat jij ontslagen bent. Ja, je moet wel iets van je laten horen, hè? Anders gaan de kijkers rare dingen denken. Dat het hele huis is afgefikt bijvoorbeeld. Au. Ze zijn er pas over 2 dagen. Hoe kan je dat nou denken? Over 4 uur en 55 minuten om precies te zijn. Maar als jij wil dat het afkomt, hebben we extra materiaal nodig, vriend. En tot nu toe hebben we nog geen doekoe van jou gezien, Fido Dido. Niks, geen doekoe. Let's go! Ik heb ervan gemaakt wat het kon zijn. En ze kijken me nu aan alsof we dom zijn. Maar ik ben niet gemaakt voor die loopbijf. Dus zet een fles voor me klaar als ik ontbijt. Gas! Gooi het omhoog en omlaag. Vier alleen dat ik hier nog sta. Ik woon naast Giovanni Latoy. Vanaf 5 december exclusief in de bioscoop.